Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Op veel plaatsen in Nederland is het ronduit zonnig weer, met name in de zuidelijke helft van het land. In het noorden van het land zijn wat meer stapelwolken aanwezig, maar daar is het wel gewoon overal droog. Als ik eventjes wat verder inzoom, is het nog beter te zien. Ook boven Duitsland een aantal stapelwolken aanwezig, met name boven het Duits Middelgebergte. En later vanmiddag en begin van de avond kan er enkele stapelwolken uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Met die regen- of onweersbuien krijgen wij morgen te maken. En dat is te zien uh, dat, uh, wanneer ik even de modelverwachting erbij pak. Dan komt er een front vanuit het westen dichterbij. Maar voor het front uit, ligt eigenlijk een zwakkere lijn. En die lijn die ligt op dit moment hier waar je de zwakke hoge bewolking ziet. Die lijn die zal zich verder gaan ontwikkelen. En ongeveer uit de hoogte van Zeeland zullen daar flinke stapelwolken, stapelwolken op gaan ontstaan. Die dan, naarmate ze verder oostwaarts trekken, steeds meer opbollen en zich uiteindelijk ontwikkelen tot forse regen- en onweersbuien. Hier zie je dat eigenlijk gebeuren. Dan moet ik al eventjes terug, natuurlijk. Op dat moment zie je dat dus gebeuren. En je ziet dat ze boven land, eenmaal boven land, wanneer ze dus ja, voedsel kunnen pakken van hogere temperaturen, dat het dan ook gelijk toch behoorlijke jongens kunnen worden. Die gaan dan gepaard met de hagel, lokaal veel neerslag in korte tijd. Windstoten rond 75 km per uur. En daarbij is het ook nog zo dat het nog eens flink kan onweren, met een hoge bliksemintensiteit dus. Die buien trekken naar het oosten weg, liggen tegen het begin van de avond zo over de oostgrens heen. En boven Duitsland lijken ze dan echt helemaal los te gaan. Boven ons land hebben we daar dus geen last van, maar bijvoorbeeld in de regio van Keulen en Bonn, maar ook in het Münsterland, daar kan het we toch wel eventjes behoorlijk gaan spoken morgenavond. Wanneer ik de animatie verder loop, is te zien dat het dan nog afkoelt. De nacht naar vrijdag wordt niet eens zo heel koud. Minimaal rond een graad of 14. En vrijdag overdag hebben we het dan met maximum temperaturen van 17 of 1 tot 21 graden een stuk koeler. En misschien dat er dan een enkel buitje valt overdag. In de nacht naar zaterdag bereikt een warmtefront ons land. Je ziet het aan de temperaturen. Het is 2 uur s'nachts, maar 15 of 16 graden. Met in het zuiden van het land misschien een spatje regen. In eerste instantie bij ons vanavond. Vanavond is het nog lang aangenaam, temperaturen tussen 18 en 22 graden. In het noorden nog in eerste instantie wat stapelwolken, maar uiteindelijk zal het ook daar gewoon ronduit helder worden. Morgen dan de warmste dag van de week tot nu toe. Op veel plaatsen in eerste instantie zomerswarm met 25 graden Pal aan zee tot 29 of misschien 30 graden in delen van Brabant en Limburg. Dan in het begin van de middag in het zuidwesten de eerste buien, steeds verder uitbreidend naar het oosten. Met de zwaarste exemplaren in de oostgrensregio's, dus met name de provincie Limburg, de Gelderse achterhoek en de regio Twente. De komende dagen zien er eigenlijk niet eens heel onaardig uit. Vrijdag in het binnenland misschien een enkel buitje, wel een stuk koeler dan de donderdag met 17 tot 21 graden. Zaterdag loopt de temperatuur wel wat verder op. Misschien zomers warm alweer in het zuiden van het land. Daar 25 graden. En zondag lijkt de naam eraan te doen. Veel zonneschijn, hoge temperaturen. Als hoogste misschien lokaal 29 graden in het zuidoosten van het land. De lange termijn ziet er daarbij ook nog niet eens heel erg uit. Met name begin volgende week veel warmte. Met op maandag en dinsdag de hoogste temperaturen. Woensdag lijkt de koude lucht ons land weer te gaan bereiken. Dan vallen er mogelijk ook een aantal buien. Maar daarvoor is het nog veel te ver weg voor de details. En verder blijft daarna de, de temperatuur zo rond de 20 tot 22 graden overdag zitten. Een grote dagelijkse gang, dat betekent dat we de zon regelmatig gaan zien. Maar het wordt in ieder geval niet meer zo warm als begin volgende week. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl